Dit is het acrobatenschip van Jan Nieuwenhuis. Jan is de jongere broer van de bekendere Constant Nieuwenhuis. Beide broers horen bij de groep kunstenaars die de experimentele groep in Holland oprichtte, het latere Cobra. Maar daar stapte hij al snel weer uit. Jan trouwde met Kokkie, een balletdanseres, die in de tijd dat ze samen door Noord-Afrika trokken in het circus danste. Hier ontwikkelde Jan een liefde voor het circus. Iets dat goed terug te zien is in het acrobatenschip. Een werk waarbij hij als een acrobaat ruimtelijke objecten over het doek laat bewegen. Niet alleen het circus, maar ook de spontaniteit van kinderen inspireerde hem. En de kleurrijke werken van schilder Paul Klee. Ooit zei hij: ik schilder zoals ik schrijf, zoals ik lach. En misschien is dat de reden dat zijn werken zo divers zijn. Jan Nieuwenhuis is zijn hele leven beschouwd als een experimentele kunstenaar. En dankzij een gulle gift van zijn weduwe Kokkie aan het Stedelijk Museum Schiedam is het acrobatenschip daar altijd te zien.